Hallo, wij zijn Tom en Berend. En waar zijn we vandaag nou? Ja, we zijn in Enkhuizen. Enkhuizen? Nooit geweest, jij wel? Nee, ik ook niet. Nee, precies. Maar wat doen wij in Enkhuizen? Wij zijn hier op deze prachtige dag, mooi weer hè, ja. In Enkhuizen, omdat wij meedoen aan de allereerste editie van de Stationskampioen. Zin in? Ja, we gaan zoveel mogelijk stations bezoeken in 12 uur. En we gaan beginnen. We zitten nu in de allereerste trein. We zitten naar Amsterdam Centraal. We gaan er in Hoorn uitstappen. Een super aardige conducteur is gehad, ook al mee op de foto geweest. En het beste is nog, misschien kun je het al zien, maar we reizen eerste klas dankzij treinreiziger.nl. Lekker rode stoelen, veel ruimte, stopcontacten onderin ergens. Ja, daar. Dus ik zou zeggen, Nederlandse stations, kom maar op. Op een geprinte kaart houden wij bij waar we al gereden hebben. We zijn aangekomen op station Hoorn, waar ook een stoomtrein rijdt. Hier hebben we onze eerste overstap, 1 van 4 minuten, naar de sprinter richting Beverwijk en Amsterdam. Via Zaandam kom je veel sneller in Amsterdam. Maar vandaag gaat het niet per se om snel, maar hoeveel stations je aan kunt doen. Het is echt een risico. Leg uit. Nou, als deze niet op tijd aankomt op Amsterdam, dan missen heel wat stations. Dit is toch wel een heel andere eerste klas dan die eerste trein. Be right back. Uiteraard moet ik ook naar de wc. Even kijken of die wel fris is. Eww. Station Haarlem. Bij de Netrain werkplaats hier zagen we een gesplitste NS-flirt. Ja, we hebben al een nieuw vertrek. Dat is spannend. Nou, we hebben net de long uit ons lijf gerend op Amsterdam Centraal. Helaas geen voorstel kunnen maken, maar aansluitend gehaald. We zijn nog op schema. Yes. Someday life feels perfect. Het volgende station is Diemen. Station Diemen. Hey Tom, hoe gaat het? We hebben nu bijna 2,5 uur gehad. We komen nu aan op Utrecht Centraal. Daar krijgen we van de NS een goodiebag en dan kunnen we verder richting de B-tour. Utrecht Centraal is het grootste station van Nederland. Er vertrekken dagelijks meer dan 900 treinen. NS stond hier vandaag met een tafel om alle deelnemers aan te moedigen. Wij moesten tussen 10 en 2 hier een keer langs geweest zijn in onze planning. Nou, wij staan hier op Utrecht Centraal. We hebben ons net gemeld bij een NS-tafeltje, goodiebag gekregen. We hebben een kwartier overstaptijd, even tot adem komen. Niet gelijk rennen. En nu gaan we gewoon weer door.
Ik ben toch wel heel erg benieuwd wat er in de goodiebag zit. Een fles water. En een ontbijtkoek. Half geplet. Was dat alles? Ja. Nou, bedankt NS. Op dit traject hadden we weer geweldig NS-personeel, hele vriendelijke conductrice en de machinist die bij elk bord stopte. Uitgebreide eerste klas. 8 stoelen in totaal. Nou, en hier is dan onze eerste tegenslag van de dag. We dachten dat ze hier elk half uur reden, maar ze rijden elk uur. Dus we zitten hier nog een half uur vast op het wiel. Gelukkig. Dit hier is de stoptrein naar Duitsland. De laatste onze wedstrijd vandaag is in Nederland, dus die nemen we niet. Wij pakken zo meteen die Intercity daar. Misschien vraag je je af waarom we nu in Intercity zitten. Ik bedoel, het was de bedoeling zoveel mogelijk stations te bedienen. Maar ja, met deze Intercity halen we in Ede straks de aansluiting. En dan kunnen we uiteindelijk veel meer stations bereiken. We slaan dus 2 stops, Oosterbeek en Wolfhezen, over met de Intercity. Maar hierdoor krijgen we meer stops op de Valleilijn. Lekker warm hier. En echt heel koud hier. Plek hier. We kunnen ook hier gaan zitten. Ja. Wat een prettige eerste klas. Uitklapbare tafels, leeslampjes. En een stopcontact. Ja, reizen met de Valleilijn, dat was wel een goede beslissing. Maar na Lunteren gebeurt er iets heel vervelends. De machinist spreekt ons aan over dat we de trein iedere keer uitstappen. Als ik uitleg waarom, zegt hij, als je zo brutaal blijft doen, zet ik je de trein uit. Wat hij later doet, is de stroom in de eerste klas uitzetten, zodat we geen licht hebben en ook niet ons telefoon op kunnen laden. Kortom, de
valleilijn gaan we niet meer gebruiken. Hebben we alle stations? Alle eentje. Zo, het is de avondeten. Dit is lunch. Dit is lunch. Tweede keer Arnhem Centraal. Dit keer telt het niet mee. We hebben ons opstations al gezien. We dachten, we laten ook even zien hoe we dat doen. Dus we komen nu aan op Nijmegen Land. Oh boy. Heb je er? Ja, zeker weten. Nijmegen Land. Lent is het Engelse woord voor 40 dagen tijd. Ik heb dat jullie dat ook weten. Dus wat we doen, wij staan hier op het balkon. Are you ready, boys? I'm ready. We gaan kijken ondertussen of we een bord zien. Berend gaat op het knopje drukken. Bord. Bord. Veel borden? Bord. Rechts. Wordt perfect, jongens. Ja, hebben we er een? We hebben er een keer weer dichtbij. Rechts wordt het. Druk eens knopje. Ja? Deze klaar. Even remmen. Nee, links is geworden. En ja, we hebben een foto. En opeens moest ik ook op iemands hond gaan passen voor een paar minuutjes. Bizar.
eerste klas van Arriva is nog tot nu toe het allerbest. Ook stopcontacten, heerlijke stoelen, mooie tafels en een afgesloten ruimte. Prachtig. We zitten in de allerlaatste trein, de nieuwe Arriva Flirt, richting Maastricht. We gaan kijken hoe ver we komen. Oh, volgende station. Volgende. Gefeliciteerd, dank je. We hebben het gedaan. Stationskampioen 2017. En met hoeveel stations? Vooral bedankt ook aan iedereen die meegeleefd heeft vandaag. We hebben het gedaan. Dank je. Wow!